Bij de beste zanger, zeg maar. Maar weer even kijken. Wat leuk. En dan nu, Tino Martin. Met een schitterend lied van... Oh my god! Glenn Faria. Ja. En wat kan die man zingen? Ja, maar jij bent natuurlijk die zangers gewend op het Eurovisie Songfestival. Ja, maar dit is niet normaal, hè? Ja. Nee, dit is zeker niet normaal. Hij heeft ook een heel... Ja, Tino is... vakman, die heeft een hele eigen geluid. Eigen geluid? Ja. Ja, maar reet zeg, welke imitatie er nog komt in de tv-kantine, hè? Ja. Tino, die doet de beste René Vroeger. En hij weet het, hoor. Weet het. Oh, ja. Yeah. Oh, my god! Misschien denk je wel, mijn hemel. Je zegt me, wat lijk je op René? Je hebt gelijk. Ja, toch? Ja. In de stad slaap ik ergens buiten. Gaat met een liedje van een fluiten waar ik zo blij. Nou komt het leukste stukje. Natasja, en hij heeft weer money in zijn zakken. Hij ziet er niet uit. Niet uit. Outfit is anders en ik loop niet in die toppers pakken. Oh, sorry. Maar kijk naar mijn snuit. En mijn stemgeluid. Want alles heb ik uitgekiend. Ik weet het. Hij weet het. Aan vroeger heb ik dik verdiend. Ik weet het. Alles heb ik uitgekiend. Oh my god. Ik weet het. Aan vroeger heb ik dik verdiend. Ik weet het. Goedenavond allemaal. Welkom bij het mooiste moment uit mijn leven. Zing het maar mooi. Zing het! Yes! Ging ik in de club staan zitten kijken. Een even lang geleden zeggen mensen en ze hebben gelijk. Mijn bek gaat eventjes open. Elke fan wil een plaatje van mij kopen en ze hebben gelijk. Ja toch, we hebben toch gelijk. Natasja, en hij heeft meer money in zijn zakken. Hij ziet er niet uit. Nee, niet uit. Oh my god! Zijn outfit is anders en ik loop niet in die toppers pakken. Maar kijk naar mijn snuit. Hey! En mijn stil geluid. Woe! Alles heb ik uitgekiend. Ik weet het. Henk, ongelooflijk. Hij weet het! Veel mensen uit de oude doos. Oh, leuk! Komt Gertie Kaspers ook langs, jongens? Ik zei een fragment.